We kijken naar camerabeelden van Krijgsman Optiek in Lienden. De winkel is onderdeel van winkelcentrum Timmer aan de Adelsweg. Op vrijdag 17 maart lopen rond 3:50 s'nachts deze twee mannen naar de brillenzaak. Ze kijken rustig rond om te zien of de kust veilig is en gaan dan aan de slag. Met een koevoet is een van de mannen tientallen seconden bezig om de deur open te krijgen. Na bijna 2 minuten lukt het. De mannen rennen naar binnen en vrijwel direct gaat het alarm af. In plaats van alle brillen apart te pakken, rukken de inbrekers meerdere stellingen van de muur en leggen deze op de grond. Als de buit binnen is, pakken ze alles op en rennen ze er vandoor. Buiten zien we de mannen wegrennen. Ze klimmen met alle stellingen over het hek en blijven dan uit het zicht. Sven, dit zie je volgens mij niet heel vaak. Hoe groot was de schade voor de ondernemer? Ja, in totaal zijn er bijna 170 brillen gestolen, allemaal merkbrillen. Dus de schade is dan ook gigantisch. Dit gaat echt niet om een paar honderd euro, maar loopt in de tienduizenden euro's. Nou, in totaal zijn er 7 stellages meegenomen. In die stellages zaten allemaal zonnebrillen. Ze hebben 3 rekken achtergelaten en de zonnebrillen die daarin zaten waren van mindere waarde. Het is dus goed mogelijk dat de daders al eerder in de winkel zijn geweest, ja, om de boel te verkennen. Ja, niemand heeft natuurlijk zoveel zonnebrillen nodig. Zijn ze misschien doorverkocht? Ja, dat weten we natuurlijk niet zeker, maar is wel heel goed mogelijk. En sterker, het zou zo kunnen zijn dat die brillen nog altijd worden aangeboden. Ze willen mensen ook echt vragen om alert te zijn, hè? Worden de merkbrillen aangeboden, wellicht tegen een lagere prijs? Het klopt allemaal net niet. Ja, laat het ons dan weten. En ook kan het natuurlijk opvallen dat iemand in één keer allerlei nieuwe modellen merkbrillen draagt. Ja, inbrekers die zijn over een hek geklommen. Hebben jullie nog enig spoor van ze waar ze daarna naartoe zijn gegaan? Ja, nadat die inbrekers over dat hek zijn geklommen, zijn ze op een woonerf terechtgekomen. Ja, vermoedelijk zijn ze vanuit daar gevlucht. Ja, we hopen dat de kijker ons meer kan vertellen over die vluchtroute. Via de Vogelenzangse weg kan je namelijk naar het centrum van Lienden rijden. Maar de andere kant is richting de provinciale weg. Nou, het is natuurlijk even geleden, maar misschien dat er kijkers zijn die zich nu realiseren die nacht van vrijdag 17 maart iets te hebben gezien dat hiermee te maken kan hebben. Ja, dat horen we natuurlijk erg graag. Laten we nog één keer kijken naar de verdachten die verantwoordelijk zijn voor de inbraak bij die brillenzaak in Lienden. Ze weten dus voor enkele tienduizenden euro's aan zonnebrillen te stelen. Ze dragen beide bivakmutsen, maar één van de twee heeft een zwarte trui met een opvallende opdruk. En misschien zegt het gereedschapje wel iets dat hij in zijn handen heeft. De mannen gingen er met een stellage vandoor. Wellicht heb je die ergens gezien of ken je iemand die nu regelmatig nieuwe merkbrillen draagt. Als je weet wie de mannen zijn, tip de politie. Dat kan gratis via de tiplijn. Anoniem melden mag ook via Meld Misdaad Anoniem. En dan blijven jouw gegevens geheim voor de politie.